Afgelopen zomer mochten 8 jeugdspelers hun eerste contract tekenen bij Roda. Dit seizoen stellen we ze in Club TV aan je voor. En vandaag is het de beurt aan Jorrit Smeets. De 18-jarige Smeets is dit seizoen bezig aan zijn tweede jaar in de A. De middenvelder kwam 9 jaar geleden bij Roda binnen via het jeugdplan en heeft sindsdien een stabiele ontwikkeling doorgemaakt. Ja, op zich, ik ben al een jaar vrij vroeg begonnen bij Roda en eigenlijk is het tot nu toe, zonder tegenslagen, is het eigenlijk wel goed verlopen. Ik heb eigenlijk gewoon elke jeugdteam goed doorlopen, eigenlijk altijd wel in de baas gespeeld, dus op zich is het traject tot nu toe wel goed verlopen. Vertel eens wat over jezelf, wat voor een type speler ben je en wat zijn je goede kwaliteiten? Ja, ik ben eigenlijk een controlerende middenvelder, eigenlijk meer degene die de passes moet verzenden. Ja, daarbij heb ik ook wel een goed inzicht en weet wel hoe het spelletje moet verdelen. Daarbij denk ik wel dat ik een goede inspelpaas heb. En ja, het spelletje op zich wel zien met coachen en andere mensen aansturen. Waar moet jij echt nog aan werken? Nou, aan mijn fysieke kracht moet ik nog wel werken. Ik ben op zich niet al te groot voor een middenvelder. Op zich heb ik er nu nog niet zo heel veel last van. Maar hoe verder ik wil komen, hoe meer ik die kracht toch nodig heb. Dus daar moet ik nog wel veel verbeteren. Op dit moment, waar speel jij en hoe train jij? Want sommige jongens doen met de belofte mee, sommige jongens zitten ook bij het eerste af en toe. Hoe ziet jouw week er een beetje uit? Ja, ik train de hele voorbereiding heb ik met Jong Roda mee gedaan. Trainen en wedstrijden. Dan ben ik eigenlijk de week voor de competitie van de A ben ik daar begonnen. Omdat het natuurlijk belangrijk is dat de A1 in de Eredivisie blijft. Sinds de afgelopen jaren zijn we daarin gekomen. Maar ik heb ook in de voorbereiding een aantal keren met het eerste mee getraind. En ja, voor de rest binnenkort hebben we daar, krijgen we er meer duidelijkheid over. Maar vooralsnog is het gewoon bij de A trainen en ook wedstrijden spelen. Je zegt in het begin heb je ook nog wel eens met het eerste meegetraind. Hoe groot is die stap dan voor jou als speler? Ja, dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. Als je kijkt bij de A, je speelt toch met jongetjes van je leeftijd of nog iets jonger, omdat ik tweedejaars A ben. Maar ja, dan ga je in het eerste kijk je toch tegen die jongens op en dan zie je toch wel dat het allemaal een stuk sneller en fysieker is, ja. Je kijkt natuurlijk, neem ik aan, ook wel eens naar het eerste. Welke spelers kijk jij naar van, oké, daar kan ik wat van leren op die positie? Daar heb ik echt wat aan om wat van te leren. Nou, als ik kijk naar de spelers bij Roda, ik denk wel dat ik een soort type als Anouar Kali ben. Een beetje qua, voor de verdediging een beetje spel verdelen. Ook wel, ja, Marjan Vladeer is een beetje aan de linkerkant. Ik ben ook zelf linkspoot, dus dat zijn wel de spelers waar ik een beetje op moet letten qua mijn speelstijl. Kan je ook met die jongens praten? Ik bedoel, vraag je hen wel eens om advies of ben je niet zo'n type? Ja, op zich ben ik wel zo'n type, maar dat is wel niet zo heel vaak voorgekomen. Ik heb een aantal keer meegetraind, maar dat was meer gewoon 11 tegen 11. En ik heb wel een keer op de training van een tweede met Marjan gesproken. Heeft hij me een aantal dingen gezegd van hoe ik dat kan verbeteren en wat er belangrijk is. Dus dat zijn wel goede dingen om mee te nemen. Wat is jouw doel? Wat wil jij zelf bereiken dit seizoen? Nou, wat ik zelf wil bereiken is, als ik naar het teamverband moet kijken met de A en natuurlijk in de Eredivisie blijven, dat is belangrijk voor de club. Ja, wat ik zelf wil is, wat ik net al aangaf, doorstromen naar Jong Roda, veel minuten daar proberen te maken. En ja, misschien als het mogelijk is, misschien nog weer de eerste helft dan weer proberen te spelen. Kijk je ook wel eens verder van waar je over 5 jaar wil staan? Of ben je daar op dit moment nog te jong voor en kan er nog te veel gebeuren? Ja, er kan natuurlijk heel veel gebeuren in de komende tijd, maar ik kijk daar wel eens naar, verder naar. Hoe ik mijn plan werd gestippeld. En dan wil ik toch wel binnen 5 jaar proberen binnen Roda in het eerste elftal te komen en daar toch mijn wedstrijd te spelen in het Parkse Limburg Stadion. Want dat is natuurlijk mooi, hè? Dat je familie op de tribune zit, vrienden allemaal uit de omgeving en dat jij hier als jongen uit de buurt daar kan spelen. Ja, precies. Dat is toch waar je het voor doet. Dus daar kijk ik wel naar uit, ja.